Voor hoofdtrainer Camille Jager zit het hoofdstuk AOC erop met de promotie naar de derde divisie. En in de studio kijken we met Camille terug op zes succesvolle seizoenen. Camille, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. En proficiat had met de promotie. Ja, dankjewel. Vorige week zondag in Breda tegen Parigny pakten jullie de volle winst. En daarmee ook de promotie. En toen ging de boel los, neem ik aan. Ja, die is aardig los gegaan. Eind vanavond. Ja, heel los. Het was in de late uurtjes dat we thuis waren. Dus dat was een goed teken. Dus de jongens waren conditioneel ook sterk genoeg voor de derde verlenging? Ja, die hebben ze goed volgehouden. Waarbij er wel sommige omgevallen zijn tussendoor, geloof ik. Dus ik heb het niet allemaal mee kunnen volgen. Maar we hebben echt een mooi feest gehad. En de mensen die er altijd waren, die waren er nu ook. En met ouders en supporters. Je speelt een uitwedstrijd in Breda. Dus dat betekent ook een busreis heen en terug. Nou, heen kan ik me voorstellen dat de gespannen kopjes waren. Terug was het natuurlijk anders. Hoe was het onthaal op het sportpark? Ja, we werden met vuurwerk onthaald. En met fakkels en al die rookbommen. En verzin het allemaal maar. En wat ik net zeg, daar stonden de supporters. Maar ook de ouders die ook altijd uit en thuis zijn. En de vaste kern die er altijd was. Dat maakte het eigenlijk des te meer zo mooier ook het feest. Ja. Degene die er niet altijd was, dat was de burgemeester, maar die was er wel, hè, samen met de wethouder. Ja, die kwamen speciaal nog om een uurtje of acht was het, geloof ik, ons hierin feliciteren. Want ja, voor Wieken is het natuurlijk ook een apart verhaal natuurlijk. Als club zijn, als ABC, dat je doorstroomt naar de derde divisie. En daar werden we met mooie woorden gefeliciteerd. En die mooie woorden die drongen bij iedereen door? Ja, bij sommigen misschien niet meer, omdat ze al te diep in het glaasje hadden gekeken misschien, dat weet ik niet. Maar ik denk voor het grotendeel wel, dat was keurig netjes. Hoe beleef je dat zelf? Ja, hoe beleef je dat zelf? Ik ben, ik durf het wel te zeggen, vrij nuchter in alles. Ik heb wel wat meegemaakt, ook in de voetballerij als speler, maar ook als trainer al. En daar kijk je toch iets anders van aan. Voor jongens die het voor het eerst keer meemaken, is het ook heel iets anders. En als trainer kijk je toch een beetje aan de zijkant altijd daarna. Ik tenminste. Je zegt, ik ben vrij nuchter. Nou, dat weten we. Maar zeg je omgeving nooit, Camille, je bent veel te nuchter man. Geniet ervan. Ja, dat doe ik ook wel. Ik geniet ook van die momenten. Maar dan geniet ik van die gasten als ik zie hoe blij ze kunnen zijn. Ik kan niet nagemaakt blij zijn. Dus dat lijkt helemaal nergens op. Dan, dat is niet echt. Dus, maar ik ben wel, ik was zeker heel blij na afloop. En daar hebben we ook hard voor geknokt, 6 jaar lang met z'n allen. En dat resulteerde dan in 2 promoties in 6 jaar. Dat is best wel met een vaste kern in die zin. Heel veel, echt 90% eigen jongens die op de fiets komen elke zondag naar de club. En dat is eigenlijk wel een beetje uniek volgens mij. Dus, dus het is bij de familie Jager wel doorgedrongen dat je een unieke prestatie geleverd hebt? Ja, maar dat doen we samen. Dat doe ik niet alleen. Dat doe je met tegen anderen binnen de club en met de spelers en assistenten. Noem het allemaal op, verzorgers. Iedereen die erbij hoort. Dat kun je niet alleen, dat doe je niet alleen. En daarom maak ik het ook leuk. En ik ben een teamplayer altijd geweest. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Je hebt ook jouw zoon meegebracht, hè? Die is er altijd bij. Ja. Kijk, ja. Hoe nuchter is jouw vader? Ja, best wel nuchter volgens mij, wat ik weet. En ik vind het altijd wel leuk om mee naar de training te gaan en de wedstrijden. En hoe nuchter is Kik? Ja, ook wel nuchter. Maar ik was ook wel, na het fluitsignaal was ik wel blij. Ik zag je wel met vuurwerk bezig, dus je was, ging ook uit je dak, toch? Ja, zeker. Ja. Camille, veel reacties gehad? Ja, ik heb heel veel reacties. De telefoon, die heb ik in de bus eventjes geopend. Maar toen heb ik hem maar meteen weer dicht gedaan. Want als ik daarop had moeten reageren na afloop op de terugreis, dan was ik nu nog bezig geweest, geloof ik. Dus ik heb heel veel positieve en mooie reacties gehad in de omgeving. Maar ook van collega trainers en trainers uit de competitie, noem het maar op. Dus, dan pakken jullie de eerste periodetitel. 10 wedstrijden, 22 punten. Zat ook niet helemaal tegen.
Nee, dat zat op dat moment wel mee. We wonnen wedstrijden met 1 doelpuntverschil. Veel. We speelden een paar keer op de 0 dat we goed wegkwamen. Dat de beslissingen goed vielen. Dat klopt. Het voetbal was in het begin van het seizoen ook helemaal niet zo goed. Toen we beter gingen voetballen, toen haalden we geen punten. En dat was wel een beetje frustrerend. Ik kan er zo 3-4 wedstrijden uithalen dit seizoen. En ja, waar wij gewoon, dan ga je er met 4-1 af, 2 keer over, een keer met 1-0. Die je ruimschoots had moeten winnen. En van je concurrenten ook nog. En toen werd het voetbal wel beter. En als je het dan niet afmaakt aan de voorkant, dan wordt het gewoon lastig om die wedstrijden dan over de streep te trekken. Maar we waren wel telkens weer de bovenliggende partij, wat wij van het hele seizoen, maar dat is bijna al een paar jaar zo het geval, vaak voetballend de bovenliggende partij zijn. En daar hebben we ons wel in verbeterd, vind ik, dat we dan beter op het veld staan als we de bal verliezen in de omschakeling. En dat ging dit seizoen een beetje met vallen en opstaan, maar wel een stuk beter als die voorgaande jaren. Ja. Dan had je ook nog dit seizoen een aantal trieste omstandigheden. De vader van een van jouw spelers, Sven Jansen, die overleed plotseling. Ja. Dat moet je toch allemaal dealen. Hè? Dat moet allemaal gemanaged worden. Dat heeft ook heel veel, vorig seizoen was dat het geval, heel veel impact op onze. Omdat het zo'n hechte groep is naast het voetbal. Het zijn allemaal vrienden van elkaar, want Die delen alles met elkaar. Het zit ook nog familiair af en toe in elkaar verbonden, zo nu en dan. Ja, en dat heeft echt wel heel veel indruk gemaakt. En voor die jongens, want we hebben ook een broertje nog, Koen. Ja, en daar kom ik ook nog wel eens geregeld kijken, omdat ik hem wel eens moest beoordelen voor de scouting van de KNVB. Maar dat doet je wat en dan denk je bij je eigen dat voetballen, ja jongens, we maken ons allemaal druk om en is het allemaal maar betrekkelijk en dan gaat het over hele andere zaken. Ja. Goed, dan komt de eindrangschikking, 30 wedstrijden gespeeld, 45 punten, dan ben je een aardige middenmotor. Mm-hmm. En dan moet je de na-competitie in. En ik kan me nog herinneren dat je aangaf, een wedstrijdje 4-5 voor de na-competitie. Je was aan het roleren, je was de formatie aan het bekijken, wat wisselingen, wat wijzigingen. Je bent aan het puzzelen gegaan. Ja, bewust, zei ik straks ook tegen Bram. Wij hebben daar de tijd voor kunnen nemen. We waren ruimschoots veilig en we wilden gewoon ook iedereen aan boord houden. We zaten toen op het moment van wat gaan we doen? We gaan er naartoe werken en dat hebben we ook echt daadwerkelijk gedaan na die finales. Want ja, wat kom je tegen? Maar we waren allemaal, ik had ze allemaal aan boord op Jurie Hubers na eigenlijk, ja. En Ray Jansen, die er langdurig allebei, maar dat wisten we op voorhand al voordat we daaraan begonnen. Maar tussentijds hadden we tegen RKAVV iedereen aan boord die ik aan boord kon hebben. En fit en niet prima, ze stonden er allemaal goed op. Goed, bij RKAVV had je inderdaad iedereen aan boord, maar dat was ook keihard nodig in die wedstrijd, hè? Vooral de eerste helft. Ja, dat was zeker. De eerste helft was het ook een beetje zoekende. Ik had wel beelden gezien van die tegenstander en wat informatie gehad daarover her en der. Ja, maar als je op het veld staat, je moet het toch doen. Er komen andere dingen bij kijken. Een beetje spanning in zo'n eerste finale. Je speelt thuis tegen ze. Wat hebben hun in de hoge hoed? Is bij hun iedereen fit? Hun hebben wel tot de laatste dag moeten spelen. Om de na-competitie te halen. Eerste helft al wat moeilijk in de thuiswedstrijd. Tweede helft namen we het langzaam over. Ja, en daaruit hebben wij, daar heeft iedereen er nog over, de beste wedstrijd denk ik ooit onder mijn leiding gespeeld. Dat was fenomenaal. Dat was echt buiten de 2 doelpunten die we daar maakten, dat is abnormaal ook. Maar dat hebben we gewoon echt heel goed gespeeld tegen echt een goede ploeg. Ik vond dat de beste ploeg, denk ik, die ik dit seizoen tegen ben gekomen. Maar goed, even terug naar de eindfase van de competitie. Daar ben je bezig, ben je zoeken, ben je met denkwerk bezig. Wat is nou de belangrijkste aanpassing die je gedaan hebt om die jongens helemaal fit en klaar te krijgen voor de na-competitie? Ja, om tactisch. Tactisch om het toch iets anders neer te zetten. En
het gebruikelijke spel te spelen wat we normaal speelden. Dat we daar vaak de bovenliggende partij waren. Maar ook met de omstandigheden, de weersomstandigheden, vooral afgelopen zondag tegen Barony, zijn we ver teruggegaan, zeg maar, op eigen helft. Hebben we met een blokje gespeeld. Even met, ja, ik noem het altijd een half maandje op het middenveld, waarbij de buitenspelers iets naar binnen en onze tien iets verder doorging. En vanuit daar het zo compact mogelijk te houden, vanuit de omschakeling doelpunten te maken en de kansen te creëren. En dat is aardig gelukt. En daar hebben we ook op getraind. Je bent er zelf laatst een keertje bij geweest. Ook de goals die we maken via de flanken, het zijn gewoon standaard patronen die we trainen. En dat resulteerde wel in, uiteindelijk in dit resultaat. Trainen betekent ook vaak herhalen. Voetballers houden daar niet altijd van. Maar als ze het resultaat zien, dan worden ze wakker. Hè? Ja, dan gaan ze zien dat het beloond is wat we doen en waar we mee bezig zijn. En dat is goed uitgekomen dit jaar. Maar wanneer je dan zo bezig bent met die voorbereiding van de na-competitie, hè, dan ben je daar individueel als trainer mee bezig. Maar ik neem aan dat je ook klankbord met deze of gene, intern of extern. Jawel, dat doe je met je assistent en met spelers overleg je wel, of overleggen, maar je geeft dingen aan waar je tegenaan kunt lopen, wat we kunnen verwachten. Dat doen we aan groep. Ook de wedstrijd, de laatste wedstrijd tegen Barony, er kan een verlenging aankomen. Dat was bij RKAVV ook. Hoe ga je met je wissels om? Wanneer ga je ze gebruiken? Wanneer ga je ze? Je hebt maar zoveel wisselmomenten. En bijvoorbeeld een Ido Kramer, dat is een mooi voorbeeld, die heeft het hele jaar niet gevoetbald. Nee. Dit waren ze, dat zei hij na afloop, trainer, dit waren mijn langste drie minuten in mijn voetbalcarrière. Ja. Hij heeft twee belangrijke ballen weggekopt en een bal weggeschoten of onderschept van een kruisbandblessure waar hij eigenlijk nog niet helemaal van hersteld met het risico mocht ik nemen. Had groen licht van de fysio. Kunstgrasveld. Ja, maar ik mocht hem ook maar 10 minuten gebruiken. Dus ik heb hem 3 minuten voor tijd gebracht. Met die verstand, ik moet hem daarna weer wisselen. Ja. Dus daar had ik weer een andere optie voor zijn dorpsgenoot Frans Stevens. Die had dat dan in gaan vullen, maar dan een linie verder. Want daar lagen toch heel veel kansen voor ons afgelopen zondag. Ja. Een van de jongens die echt dit seizoen ook doorgebroken is, is echt zijn pingeldoos Bas Brussaert. Ja, pingeldoos. Ouderwetse pingeldoos, vind ik. Ja, ouderwetse pingeldoos. Ik hou daarvan. Onbevangen, lekker voetballen. Dat zeg ik ook. Je krijgt van mij geen opdracht. Ik zeg verdedigend moet je het gewoon een beetje gaan doen. En de jongens gaan hem ook zoeken. Ik denk dat hij de grootste sprong van iedereen heeft gemaakt dit seizoen. En de meest dreigende en gevaarlijke man in de voorhoedebond dit jaar geweest. En hij kan wat creëren. Hij kan een doelpunt maken. Overtallen creëren. Ja, die jongen, grote pluim dit seizoen. Wat verder ook opviel in de na-competitie in die vier wedstrijden, waren de wisselspelers, die toch ook vaak beslissend waren. Ja, maar dat was de kracht ook van AWC dit jaar, dat we in de breedte ten opzichte van het seizoen daarvoor, toen was het te smal. Toen hebben we heel veel jongens van de onder 23, zelfs van de onder 19, dubbele programma's gedraaid ieder weekend. En daar kwamen we ook wel achter dat dat je het niet kunt volhouden, ook qua blessures en... dan hebben we het verbreed. Het is verbreed. Eigenlijk ook door jongens die gevraagd hadden, die al 5 jaar eruit, een Lennart Nieuwenhuizen en een Wiebe Veldmaten. Die weer op niveau. Die vroegen van mag ik weer aansluiten en kijken waar het schip strandt. Ja. Die hebben in de zomer ook geïnvesteerd in die zin. Ook rustig gebracht. Wiebe heb ik iets later gebracht met een langere aanloop. En die speelde een tweede helft van het seizoen fantastisch. Ja. En, zo heb je ook wel jongens nodig die echt op hun tandvlees kunnen voetballen. Ja. Veldmaat is er zo in, denk ik. Ja, dat is de één. En Lennart weet wat hij wel en wat hij niet kan. En hoe gevaarlijk hij en beslissend hij kan zijn in heel veel wedstrijden. Dan wel vaak als aanvallen dat hij dan... Dat sommige de tegenstander een beetje scheel gelopen hebben. Dan is hij een goed wapen daarachter. En dat was onze plus op het einde. Ja. Als je het hebt over klankbord, hoe belangrijk is jouw aanvoerder in de hele proces? Ja, die is wel heel belangrijk. Ja. En in die zin, daar communiceer ik ook best veel mee. Daar bellen we ook wel zo nu en dan eventjes mee. Niet om uit te horen of wat dan ook, maar wat er leeft in de groep. En
ja, daar heb je het wel over. Kijk, Nicky is 38, die weet hoe het gaat. Ja, die, ja, daar kun je mee over voetbal praten. Maar hij is ook een voorbeeld voor anderen en voor heel veel van dit niveau. Die laat er ook dingen voor en die doet er wat voor. Hè. Naast twee keer trainen in de week, daar loopt hij voor zichzelf op maandag. Loopt hij altijd uit, of hij fietst, of hij doet wat. Ja, hij is bezig weer met die training na die week erop. En voor de training pakt hij een matje, doet hij core stability oefeningen, ja. Dan ben je ermee bezig. En als ik denk als 60-70% van deze groep dat ook nog eens een keer gaan doen, dan kunnen ze in de derde divisie ook gewoon goed mee. En zich zeker handhaven aankomend jaar. Want voetbaltechnisch hoeven ze voor niemand onder te doen. Nee. Alles valt een beetje samen dit seizoen, Camille. We hebben het over de VVN Award gehad. Hè. Als je bent verkozen tot de amateurvoetbaltrainer in deze regio. Gekozen door de collega's. Dat is natuurlijk niet zomaar een stemmerijtje. Dat is door vakmensen hebben daar een veetje bij gezet. Als middenmotor promoveren naar de derde divisie. Het zat ook niet helemaal tegen tijdens de... laten we zeggen, de na-competitie, een beetje het effect van de eerste periode. Ja, maar dat zei ik straks al van over de na-competitie. We worden dan negende, maar... Zevende. Ja, gedeelde zevende, oké. Okay. Maar win je de laatste wedstrijd, ga je niet wisselen. Nicky, je gaat op een gegeven moment jongens die afscheid, die tig jaren daar hebben gevoetbald, laatste thuiswedstrijd, die ga je wisselen. Er komen jonge jongens in, blijft dat staan, win je hem, dan sta je vierde of wat eindig je. Dat zal me dan ook een beat wezen, want we waren, ik was al met die na-competitie bezig daarin en die jongens ook. Goed, inderdaad, middenmotor na-competitie. Dan ga je afscheid nemen na zes seizoenen. Zes mooie seizoenen, denk ik. Ook nog in een kampioenschap is daar in voortgekomen, eerste klasse. Ja. Waar je niet bij was, hè? Nee, daar was ik helaas niet bij. Nee. Dat is wel een gemis geweest dat ik die wedstrijd er niet bij was. Maar ja, ook dat kan gebeuren natuurlijk. Je hebt zelf een paar keer wat gezondheidsproblemen gehad in jouw AOC-periode. Is inmiddels alles onder controle? Ja, alles is oké. Goed, dan Bennekom, nieuwe club, mooie club. Ja, het is ambitie? Het is niet nieuw. In die zin nieuw. Ik ben er begonnen als trainer. Ik heb er zelf gevoetbald. Ik ben er als jeugdtrainer begonnen. En kijken of dat ik het vak überhaupt wel leuk vond. Het is 18 jaar geleden dat ik daar weg ben gegaan. Zal ik het zo zeggen. Totaal heb ik daar ongeveer bij elkaar 14 jaar rondgelopen. Ja, club die een beetje, vind ik, het was altijd in de zaterdag hoofdklasse toen de tijd, worden het gewoon altijd een stabiele hoofdklasse, het hoogste amateurniveau op zaterdag. Mooie club, brede club, heel veel jeugd op goed niveau, allemaal divisieniveau, staan te laag waar dat ze nu staan, vind ik. En dat vindt Bennekom ook. En er zijn wat nieuwe heren in het TC gekomen daar, er is het frisse... nieuwe wind in. En we proberen daar een stabiel iets van te gaan maken. En dat zal niet in twee, drie maanden of een half jaar of een jaar duren. Dat heeft ook zijn tijd nodig. En proberen we daar ook wat neer te zetten. En dat zaterdagvoetbal op niveau, hè? Daar zit meer beleving? Ja, dat is anders. Het is zo, zaterdagvoetbal zijn meestal van die dorpen, zal ik het zo maar zeggen. Het komt allemaal op zaterdag bijeen. Op zaterdag moet het gebeuren. Op zondag is een rustdag, om het zo maar te zeggen. En dan is er veel meer roering. Mensen die werken de hele week en op zaterdag gaan ze eigenlijk los. Maar er is van de F's tot aan de senioren 10, 11 of 12 is er de hele dag betriep, om het zo maar te zeggen. Ja, en als op een zondagvereniging is dat gewoon minder op de zondag. En er zit ook iets meer schwung in. En hoe gaat het komende seizoen de zondag van Camille Jager eruit zien? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ik weet waar die van mijn zoon, als ze thuis spelen op zondag. Maar volgend jaar gaan ze het door elkaar gooien, zaterdag en zondag. Dus ik hoop dat ik veel wedstrijden, als ik kan, dan ga ik wel even kijken bij ABC uiteraard. En in de ochtend zal ik waarschijnlijk veel op de golfbaan zijn. Ik hoorde jou in het verleden ook regelmatig zeggen, ga eerst even naar mijn dochter kijken. Ja, maar mijn dochter die wordt in augustus geopereerd. Dus
Die mag een halfjaartje, driekwartjaar niet handballen. Dus, Talentvolle handbalster? Ja, ze kan wel handballen, maar die gaat dat. Die vindt het goed zo. Die heeft een drukke studie waar ze mee aan de gang gaat. En dat heeft haar voorkeur. Wat ga je missen aan AOC? Wel alles. De mensen, de club, de spelers. Gewoon alles. Het is gewoon een mooie club. Ik heb 6 schitterende jaren daar gehad. Wat ga jij missen, Kik? Ja, die jongens, zeg maar. Waar, ja, die ken ik ook al lang. En ja, ook bepaalde mensen waar ik ook goed door ontvangen ben daar. Je bent ook kampioen geworden, hè? Want je stond vooraan op de foto. Ja, dat wel. Maar ja, ik vind dan wel weer... die jongens hebben het wel gedaan. En ik doe meer van... Ik ben meer gewoon supporter. Ja, en voetballen. Ja, ook. Ja. Camille, pak eens ABC in één zin samen. 6 jaar ABC. Samen één, samen beter. Dat is treffend. Mooie afsluiting. Goed, zin in vakantie? Ja, volgende week gaan we met vakantie. Ja. En helemaal geen voetbal, of toch? Ja, misschien dat ik vanmiddag nog even ga kijken. Camille, dank voor je komst. Voor je jarenlange bijdrage in dit sportprogramma. Veel succes bij Bennekom het komend seizoen. En 6 topjaar AWC achter de rug. Ja. Ga je goed. En jullie bedankt voor de aandacht die we gehad hebben als AWC en als persoon zijnde. En veel succes met jullie uitzendingen. Dankjewel. Blijf gezond. Oké. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze sportuitzending. Voor medewerkingen danken wij Bram van Zundert, Tony Pijnappels, Fabien Krebbers, Bram Remkes, Jeffrey Leibekebessie, Gert-Jan Reijnen, Tom Middelhuis, Rob Jansen en Camille Jager en ook Kik Jager natuurlijk. En de techniek van het programma werd verzorgd door Pepijn de Bruin. Wat ons betreft tot volgende week zondagmorgen 10 uur met weer een nieuwe Regiosport.